H1Z. Wacht. Kut, mijn... dit is een Z. C. 1-1-1-1-1. Welkom jongens bij een oude nieuwe serie. Nee, een nieuwe oude... Bij een serie. Gewoon een serie, oké? Okay? Ik ben van plan om H1Z1 King of the Kill te uploaden wekelijks. Met andere mensen die me meehelpen en solo. Een soort van road to supergoeie speler met een kut kapot spel. Nee, het spel is niet kut. Het is wel kut. En het is kapot. Maar het is wel leuk, oké? Okay? Dus we gaan het spelen. En we gaan er heel veel uithalen. Ik hoop dat jullie er zin hebben. Ik heb heel lang geleden 3 afleveringen hiervan gemaakt. Dus 2. Voordat het King of the Kill was. Ja, ik ben er een soort van in teruggekomen. Ik heb volgens mij die video's geen eens meer op publiekelijk staan, zeg maar. Maar dat maakt niet uit. We gaan even zorgen dat het deze keer beter gaat. Want rond die tijd kreeg het dislikes omdat het geen ark was. Oeh, Rudy zou maar eens iets uploaden wat geen ark is. Auw. Fuck, laten we eens kijken of we er nog iets van kunnen. Q, 1112, fuck. Ik zie jullie over een uurtje of 10. Oh mijn god. Ah, yeah. Gaat het nu dan eindelijk gebeuren? Hij hangt. Hij fixed het. Na 2 jaar in development of 3 werkt hij eindelijk. Oh, ik hoorde een geluidje. Hé joh, ik spawn gewoon meteen en ik ben onzichtbaar. Kijk, dit is nou het perfecte moment om te laten zien wat de game is. Nou, volgens mij is iedereen ondertussen al geland, maar sure. 193 in de lobby. Oh mijn god, tering. Oké, we gaan daar mooi landen. Weet je wel, daar op die plek. Die gast, die landt daar ook. Oh, dat is niet de bedoeling. Land. Waarom lag hij? Hij gaat zo langzaam. Hij gaat zo reten langzaam. Grab alles wat je ziet. Pak het. Pak het, pak het, pak het. Kut, kut. Ik heb iets sterkers nodig. Die wil ik, die wil ik. Ik moet die gast afmaken voordat hij mij afmaakt, oké? Okay? Ik weet niet of hij mij heeft zien landen, maar waarschijnlijk wel. Extra helmpie. Military backpack. Oh. Ja, ik zie hem rennen, ik zie hem rennen. Nee! Nee! Stop! Met schiet! Nee! Nee! Nee, hier, please. Nee, nee! Oh, I'm alive. Ah, ik kom ambushen. Ik had 1 hit! Oeh, ik tril een beetje. Die was... Hij had ook gewoon een AK. Jongen, ik had een scheidhandgun. Opnieuw! Ik denk dat was gewoon een beetje pech. Op het begin is het gewoon soms een beetje zo'n luck of the draw verhaaltje, weet je wel. Dus ik moet gewoon even inkomen. 1125! Fuck me, man. Het waren sowieso mijn settings die niet goed stonden. Ah, deze plek neemt me gewoon echt terug in de tijd. Normaal gesproken zijn we altijd zo hard aan het ouwe hoeren. En is iedereen gewoon alleen maar doodsdreigingen aan het uitroepen over de chat. Ah, zo'n mooie tijd, zo'n mooie tijd. Hallo? Ze zeggen hoi terug. Iedereen is vet aardig geworden. Normaal schreeuwen ze alleen maar dat ze je helemaal dood willen schieten en zo. Dat is wel lief. Waarom is alles blauw? Wat is this game? Sowieso dat bij de suburbs landen. Of hier... Oh, ik zie een politieautootje. Daar ben je bij... Nee, nog een politieautootje. Oh, hier landen veel mensen. Tering. Fuck, ik ga gewoon hier landen. 2 politieauto's. Man. Kijk, erin. Yeah. Oké, okay, yeah, pak de sleutels. Yes, match little. Oh, dit is gewoon de politiebureau, joh. Die deur dicht. Ik heb echt trillerige handjes nog van de vorige match. Met Terry backpack. AK in the back. Krakaka, lekker. Pak die. Magnum, echt het meest overpowered wapen wat er is, als je goed kan mikken. En wij hebben gelukkig dat ik niet goed kan mikken. Oh, AR. Lekker, jongen. Lekker. Hier ligt tenminste loot. Nou weet ik zeker dat ik niet dood ga. Kijk, dat is echt een fijne geruststelling. Sprintschoentjes, altijd handig. Wat zijn we van die langzame kereltjes? Dat willen we niet. We willen een snelle man zijn. Oh, ik heb hier echt loot voor de... Oh, shotgun. Die wil ik echt wel hebben. Ik doe mijn AR weg. Nice. En dan kunnen we die ook shredden. Mooi. Dan moet ik alleen nog even een duct tape vinden. Een extra magnum ammo als dat er is. Oh, magnum. Hey, als je het over de duivel hebt. Oh nee, over de magnum ammo. Heb ik nog 2 magnums gepakt? Fuck me, dat heb ik helemaal niet nodig. Yo, hier ligt zoveel. Ik heb echt het perfecte gebouw. Het is zo vredig. Hé hey, jongens, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar ik heb alles. Ik ga deze match gewoon winnen. Kan niet anders. Oh, duct tape. Kijk, doe zo, doe crafting, doe dit en dan bam. Heerlijke start. Ik zit ook gewoon safe, jongens. Het wordt me allemaal gegund. Dit vind ik heerlijk om mee te maken. Oh! Laminated body armor. Haha. Beste wat je kunt vinden, zo ongeveer. Kun je lekker 2 body shots absorberen. Dat is heerlijk. Room, room, motherfuckers. En navigeren. Yeah. Lekker. Oh, daar loopt iemand, daar loopt iemand. Ik zag hem. Oh, ik schrok, what the fuck. Ik zag hem wel. Oh. En dat is mijn helmpie. Hij kan headshots maken, hoor. What the fuck? Ik had superveel hits met AK. Hoeveel HP heeft die gast? Laat het me zien, spel. Laat het me zien, Dave. Oh, ik ben zo fucking boos nu. Ah, ik tril ook helemaal van die adrenaline.
Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet. Hans! Hans! Goedie? Ik heb je nodig. Wat is er? Ik ben dood gegaan in H1Z1. Kom me helpen, man. Kom me helpen. Oké. Okay. Oké, Big Flappy Grandma Arms, als dat je echte naam is. Oké, Super Cute Grill 69. 69, vergeet de laatste 69 niet. Oké, we gaan landen bij de suburbs. We gaan er even voor zorgen dat we in de top 10 komen, oké? Dat is geen probleem. Oh mijn god, dit is wel een beetje een longshot hoor, deze afstand. Die ging echt maar net. Yo, ik zit in het huis rechts van je. Hey, military backpack. Meen je? AR, Je liggen twee shotguns. Er zijn wel mensen rechts van ons geland, maar dat is aan de andere kant van de weg. Hier is een shotgun, als je wil. Nee, ik heb al. Jezus, wat een... Deze game werkt super goed. Hier ligt nog een 10 military, als je wil. Oh, ja, die heb ik zo wel nodig. Ik neem wel mee voor je. Het gaat sneller. Kom er wel aan. Ik neem hem mee. Ja, ik neem hem mee naar jou. Het klinkt een beetje Russisch in één keer. Ik neem je mee. Ik neem de military backpack. Want ik hou van jou. Wat? Dat is een grapje, Hans. Niemand houdt van je. Zelfs je moeder niet. Gunshot. Dat is achter ons. Let's go. Ja, wie is een ambushje? Tuurlijk. We moeten wel legit spelen. We moeten echt top 10. Oh, dan zie je dit pleintje, of niet? Het bruine huis. Hij loopt dan naar binnen. Poepertje. Zie je wat ik bedoel? Nope. Zuid-Zuid-West. Niet dit huis, maar zeg maar... Oh ja, ik zie hem. Oh, die kan ik niet hitten, Ik denk dat het Obama is. Wacht, ambush hem via de achtertuin. Kom, volg mij. We gaan via de backyard guns. Oh. Oh. Hij gaat naar het witte huis. Ja, dat is in dat huis. Nice. Nee, het witte huis. Nee, dat is veel te ver. De White House. Simmel in Amerika, man. We kunnen beter niet over die hekjes heen springen, want dan ziet iedereen ons. Nope. Hier liggen nog snelle boots binnen. Mm. Die wil ik dadelijk eigenlijk wel looten. Pakken we later wel, oké? Hier zit ook een politieauto, hè, by the way. Ah, ja, hij is in het huis gestapt. Oké, het is safe. Sleutel zit er niet in, though. Waar is hij, zei je? Hij zit dit in dit huis, echt. Zonder grappen. Het bruine huis. Ja. Oh, you see! Don't die! Oh, je hebt hem! Oh, yep. Maar loot een tasje. Er ligt een tasje. Yo. Ik dacht dat ik mijn shotgun had ingezet, man. Dat is altijd gevaarlijk. Ja, maar is hij de eigenaar van het... van de politieauto? Oh! Ik dacht jij het is. Waarom gaat hij niet dood? Waarom? Zeg maar bij de politieauto. Maar ik heb toch geen shit voor? Ja, ik ga dood, man. Dat lukt me nooit. Ik heb geen medkit. Oh, dat was echt lullig. Zie je hem nog? Nee, ik zie hem niet. Ja, fuck me, man. We moeten opnieuw. Nieuw, dit telt niet. Waar is die politieauto? Oh ja, die zie je. Opnieuw. Bah! Nee, ik zie niemand. Echt gewoon niks. Zal ik even glorieus ten onder gaan? Als je teammate doodgaat, ga full Rambo. En ik zie iemand springen. Want exit match duurt net zo lang als doodgaan in deze game. Helaas wel, ja. 10 seconden. Oh, perfect. Oh. Gun, ik schrok me kapot. Hij had ook een shotgun. Sorry. Je killed? Nee, ik ben dood. Ah. Ik heb wel één kill, though. Mijn muis staat echt veel te gevoelig, Jezus. Ze zijn weer lekker pols aan het schelden. Ja, laat het over me heen komen. Ja, praat pols tegen me. Ja. Dit is de charme van de game. Ik hoor alleen maar kurwa. En China #1. China #1! Oké. Hands, we gaan naar suburbs. Welke? We gaan naar de suburbs, naar het ronde stuk. Want, ronde stuk. Ja, maar op dat moment, of dat stuk waar we landen, daar zitten zeg maar twee mogelijkheden qua suburbs. Oh man, dit gaat zo langzaam. Ik zie echt gewoon een zwerm van mensen. Er komen er nog. Ja, ga weg van het ronde. Oké, ga weg van het ronde, nu nog kan. Oh, dude, er zijn echt tyfus veel geland bij het ronde. Ja, dat is jammer. Ik ga hier, fuck it, I don't care. Ik heb alleen een handgun. Ik heb één kill. Hond, hoe de... Oh, je komt nummer twee, Yo, nummer 2. Ik heb alleen een M9, hè. Oh, ik zie iemand hier springen. Hij heeft een AK of shot. Ja, kom, achter je. Oké, als hij naar me toe komt, dan kan ik hem pakken, maar nou is hij niet. Ik heb hem git. Ja, nou zit hij in. Hij komt ver. Dat is geen probleem. First person, schiet op hem. Nice! Oké, mijn ammo is wel zo goed als op. Koffer me. Ik heb nog wel ammo. Oh, ik zie nog iemand, Waar jij vandaan kwam. Oh ja, ik zie hem. Oeh. Nee, niet met shotgun doen, joh, gek. Ik kun je niet met shotgun raken. Ik heb 3 ammo. Ik heb hem hit. Maar dat haalt gewoon echt niks af. En dat was... What the fuck? Ik zat al achter de boom, joh. Dude.
Ja, ik pak hem maar gewoon. Ik zat achter de fucking boom. Ik kreeg gewoon een headshot na. Dus game. It's broken. Maar we gaan gewoon door, want het is wel leuk. Welke suburbs wil je? Links of rechts? Links of rechts? Rechts. Hats. Bij de stad. Volg mij. Ik zie jou niet. Hats. Oh nee, niet bij de stad. Oh, ik ben al bijna onze links en rechts is anders. Oké, ik volg jou. Ik ben een politieauto. Ik ook, maar... een politieauto. In het midden bedoel je toch? Ja. Er landt iemand. We zijn echt vet laat geland. Dus... Ja, dat ben ik. Nee, huh? Nee, je bent nog aan het landen bij mij. Oh, die. Ja. Ik zag nog een politieauto. Ik zag een andere politieauto. Ja, Ik zie nog een jeepje. Ik heb een AK. Ik heb snelle schoenies. Hier is een shotgun. Geef me een backpack. Waarom ligt hier niks nuttigs? Ik kan niks tot ik een backpack heb. Oké, ik zie inderdaad de jeep staan. Hij is sowieso geloot. Ja, yo. Fuck it. Zullen we naartoe werken? We kunnen toch niet echt veel. Ik heb echt eerst legit een backpack nodig, anders kan ik niks. Hier ligt een medkit. Volgens mij zitten ze boven. Pas op. Nee, hier zitten ze denk ik niet. Wacht, sta stil. Ik hoor ook niks. Medkit, AR. Pak. Oh, military backpack. Never mind. I need it. Yo, I nice. Need lekker. Your ammo. Oké, decent start. Nou moeten we alleen nog niet doodgaan in het begin van de match. Wil je terug naar de politieauto of wil je naar het huis in de hoek? Sowieso hier naar het huis in de hoek. Hij is gewoon hier, hè? Ja, maar was daar geen gast? Nee, die staat er legit nog. Het is allemaal dicht, hè? Echt allemaal. Oké, maar beter blijven we wel bij elkaar, want... Hallo? Oh nee, hier ligt nog een shotgun, dus safe. Oh, backpack. Had je al nog geen? Ik heb nog geen backpack. Oh, hier, pak het. Oh, hier is een military. Yo! Ja, dan pak ik hem terug, hè. Jezus. Heb je al een helmet? Hoe kan die auto daar staan? Die staat die was toch gespand, hè? Die was toch gespand? Oh, echt? Ja, die zat er al vanaf het begin. It's okay. Oh, dat had ik eigenlijk niet echt door. Ik zei het nog. Ik heb ja, maar ik wist niet dat hij hier was. Oh, ja, wel anders. Het is toch logisch als ik zeg van, hey, daar staat een jeep, dat precies hiernaast is. Ik wist niet dat je hier... Ik heb ook een... Oh, wacht, ik heb een auto die ik niet heb meegenomen. Nee, we hebben de auto niet. Maar dat was een politieauto. Zal ik ze nog gaan pakken, zo? Ja, beter gaan we dan wel samen. Ja, dit is gewoon helemaal legit. Ik heb de key. Ja. Ik heb hier ook een 10 military. Maar hier komen mensen wel op af. Oh, daar heb je het al. Oeh. Ja, ik zie ze helemaal aan de overkant. Echt helemaal aan de overkant. Helemaal? Oh nee, je ziet hem misschien rennen. Hij is het hekje door. Hij zit zeg maar aan die rij hier tegenover. De links tegenover. Waar we vanaf kwamen een beetje. Maar ik ga wel via buiten, if you don't mind. Ja, hij is alleen achter de schutting langs gegaan. Ja, we kunnen hem ambushen, maar een beetje risky. Maar je weet niet echt waar. Nee, niet precies natuurlijk. Oh, hij heeft een politieauto. Of een politieauto. Heb je een Magnum? Nee. Ah, fuck. Grab your car, man. Eigenlijk wil ik hem niet pakken. Pakken. Bam! Er is niemand. Oh my god. Vroom, vroom. We zijn trouwens niet safe. We moeten de weg volgen naar het Westin. So, let's go. Waar ga jij naartoe? Even een scherpe bocht maken. Oh, wow. Ik dacht dat het misschien hier was. Oh, daar komt de actie aan. Moet je namelijk wel gunshot. Hey. Zijn we aan het doen? Ja, naar het westen zei je toch? Ja. Maar ik dacht dat die gunshot te veel. Ik weet het niet meer, oké? Wauw, zien vliegen. De actiehands. Action hands. Oh, dit gaat echt fout. Action hands. Gaat fout. Find it the bad guys, even a day. Get through action hands. Ik ga vliegen. Wow, action hands. Like voor meer action hands. Nee, hier gaan we niet looten. Auto is wel een groot. Ga via de berg. Kunnen we misschien nog mensen zien lopen en een beetje kapot snipen. Action handje vanuit je auto. Wow. Ik kom een politieauto, Ja, dat ben ik. Daar ben je niet, er rijdt hier nog een. Er rijdt hier legit nog een politieauto. Action hands, hier links. Waar ben je? Kom hier, kom naar die winkelstraat. Oh mijn god, nee. Ik zat vast. Zie je hem recht voor je? Ja, we gaan hem chasen. Ik heb alleen mijn Magnum niet ingezet, man. Ik ook niet, maar niet uit. Oh nee, action hands. Action hands. Ga eruit. Oh, man, je laat me schrikken. Action hands, why you do this? Hoeveel Magnum ammo heb ik? 18. Mwah. Je hebt geen koffer. Is hij doorgereden? Ja, de koffer van de auto. Ik hoor ze. Kind of, ja. Hij is doorgereden. Hij komt terug, hoor. Nee, hij komt niet terug. Ik hoor hem echt vet goed. Oh. High speed car chase. Oh, sensatie in Rudy's video's. Ja. Oh, serieus waar? Ik zie niemand. Ja, hier. Oh, daar. Oh, twee auto's. Oké. Pas op. Niet agressief. We moeten een beetje bij elkaar hangen. Ze zijn weer te ver weg. Voor welke politieauto gaan we nu? Die horen sowieso bij elkaar. Ze zijn nog gestopt. Stop achter dit heuveltje. En zorg dat die... Waar dan? Die weet ik, zag ze. Oh, daar. Oh, ja. Oh, ik was net! Ze schieten op ons, pas op. Ja, is niet erg, komt goed. Schiet op de jeep, komen via rechts zo. Ze zijn allemaal van de andere kant. Nee, eentje is via rechts. Oké, ren terug. In de rug. Kom naar de auto. Ik kom naar de auto.
Stap in. Stap in. Yo. Het zijn weer twee. Ja, nou zijn we van beide kanten een beetje ingesloten. Laten we die ene gast maar met rust. Ik had een hit. Dus dat is voldoende. Hier zijn die anderen. Waar zijn ze? Zie je die twee? Yo, waarom heeft iedereen een jeep en een politieauto? Achter. Oh, daar zijn ze. Ga je om. Als het kan. Oh, die slip. Oh. Schiet hem. Oh, ik ben hit. Ik heb hem hard geraakt. Ja, ik ben hard geraakt. Ik bloed, hè. Ik bloed echt als gek. Volgens ons? Ik dacht dat hij in zijn eentje zat. Volgens ons? Ze zijn over de kop gevlogen. Oké, ik doe snel medkit. Ja, stap uit. Nee, ik kan niet. Ik kan wel rijden. Oh, er is er. Oh, weg! Oh, shit. Jiggle. Links, rechts. Ik ga dood. Ga links, rechts. Ik moet echt healen. Ben je nog met medden? Nee, ja, een klein beetje. Maar stop. Ik stap uit in het bos, oké? Ik stap uit in het bos. Dus, om te healen. Yo, ik stap uit. Oh, gast. Dit is veel te lomp. Ik moet eerst even bloed. Oh, hier is nog iemand. Ze komen. Even cover. Ik zit binnen, hè? Ja, ik dus niet. Kom naar binnen. Ik hoor weer iemand Mac-nummer. Jezus, wat is dit? Ja, dat is vanaf hier in de buurt. Het is echt screwed, man. Iedereen is opeens vet aggressive. Oh, hij is hier. Oh, dat ben jij, denk ik. Nee, ik ben niet aan het rijden. Ik wil een medkit. Eigenlijk. Dat is het enige. Ik heb medkits. Pas mij erin. Wil je? Ja. Hier, heb je er twee. Yo, thanks. Ik shred de ding even voor bandages. Ja, ik ben ook even bandages aan het maken. Oh, gast. Veel te. We hebben ook nog gewoon geen kills, hè? Er waren gewoon drie stellen die een politieauto en een jeep hadden. Echt, yep. What the fuck. Dit is echt zo random. De ene keer heb je helemaal geen auto's en de andere keer heb je echt alles. Ja, en dan heeft iedereen een auto. Ja, die is kapot gemagnumd. Ik heb nog maar 12 magnum ammo. Kom, laten we hier gewoon gaan looten. Laten we gewoon even looten. Toch safe. Alleen wel goed. Ik zie dat al mensen rennen op straat. Ze hebben geen auto meer. Oh, down there. Ja, je ziet ze. West. Ja, ik zie ze. En er kunnen nog mensen in de rug komen. Ik weet niet wie hier zijn gespand. Dat is zo, maar we zitten veilig. Dus... Veilig in de zin van geen gas. Ja. Gas! Rechts is de schutting kapot, dus we kunnen er doorheen. Oké, nice. Oké, we zijn binnen. Ze zijn volgens mij niet hier naar binnen gegaan. Nee. Oh, maar wacht, wie zat op ze te schieten dan? Oh! Oh, hier! BAM! Nou, dat is een beetje jammer, Hans. Ik had gewoon niks geloot, gewoon bewust niks geloot, zodat ik je naar binnen zou komen. Fucking bullshit. Nou, dan ben ik weer alleen. Oh man. Hoor iemand. Waar kwam hij überhaupt? Oh, shit. Hey vriend. Hey, twee kills. Oh, nog iemand. Oh, nog een kill. Serieus? Hij had echt niet dood moeten gaan, man. Nu wordt het leuk. Even serieus? Ja, ik heb 3 kills. Nou, Hans, ik ga wel even full Rambo, als je het niet erg vindt. Ga maar full Rambo. Alleen, ja, ik hoorde hier zet even, druk even op het knopje. Even de full ham knop aanzetten. Full ham knop? Full ham knop. Welke knop is dat? Mijn linker of mijn rechter tepel? Ik denk beide tegelijkertijd. BOOM! Oké, ja, laten we dat maar niet doen. Hallo. Oh nee, daar komt de Luftwaffe. Ja, hier zijn veel mensen. Ik zie ze niet, maar hier horen veel mensen te zijn. Oké, hier waren veel mensen. Ik ben ze gewoon verloren, oké? En ze schieten op mij. Great. Ze hebben mij dus nog wel in het oog. Dat is altijd lekker. Altijd heerlijk geruststellend. Maar ik weet niet of die van voor of achter kwam. Dat is altijd een beetje de vraag, hè? Oh, ik zie ze. Ja, dat is een lekkere movement daar wel. Oeh. Ah, motherfuck. Ik zag zijn teammate niet. Die zat achter een steen in de schaduw. Ik zag hem te laat. I die it. 20ste. Nou, dat is niet slecht. 20ste is niet slecht. Maar... Maar het is geen eerste. Dat gaan we nu verbreken. Ja, laten we er nog eentje doen. Oh, daar gaan we weer. Poging nummer 99. Suburb. Wat is er anders? Voor de afwisseling een keer de kerk pakken. Ja, laten we de kerk pakken. Het is niet het enige wat gepakt wordt in de kerk. Wauw. Die was bijna grappig weer. Gewoon bijna. Wauw. Zie je andere mensen landen? Nee. Ik ook niet. Ik ben dus de eerste. Maar ik ga toch maar de huisjes pakken. Ja, ik zag volgens mij nog een parachute, maar not sure. Oeh, AR. Oeh, Peace Kenny. Het is zo lastig om zeg maar entertainend te zijn en ook meteen te luisteren of iemand naast je is geland. Ja, iemand is naast me geland. Dat meen je niet. I'm not kidding. En de ding naast me is geloot. Help. Hij kan naar de kerk, hè. Pas op. Ja, hij is hier. Oh, ik zie hem. Dat is een teammate. Ja, zit hier. Oh, heb jij een shotgun? Ja, ook, maar hij is aan het schieten. Ik kom naar achter jou, hè. Ik kom achter jou. Is hij binnen? Ik weet het niet. Ik durf niet te kijken. Ik hoor hem niet. Maar jij schoot met de shotgun, right? Nee, hij is gewoon. Oh, hier ligt een tasje. Heb je hem gekillt? Nee. Dus hier ligt een legit tasje. Ja, maar er is hier dus nog sowieso één iemand met een shotgun. Ja, hey, nou maak je me wel heel bang. Is hij niet gewoon geliefd of zo? Nee, dat kan niet. Nee, binnen ligt ook nog een AR.
Met ammo. Ja, ik zie hem rennen. Hij zit in de kerk. Oké. Okay. Wie is de tasje dan? What the fuck? Ja, van zijn teammate. Of van die... Nee, die... Dan was er een derde geland. Dan kan er best ook nog een vierde zijn. Oh mijn god. Maar in de kerk ligt een AR, zei je? Ja. Nee, ik heb de AR, maar er ligt nog ammo. Oké, maar dan heeft hij dus niks. Kom naar de kerk. Hij zit sowieso... Ik hou de achteringang van de kerk. Ja, ik zie hem. Ah, motherfuck, is dat niet dood? Ik heb 2-3 keer gehit. Heb je troubles? Ja, doe first person en knal hem. Spring erop af en knal hem op. Yo, ik heb lekker! Gehoord. Lekker big flappy arms. Ja, ik trouw het echt voor gemeten. Ja. Ik doe alle deuren dicht, sowieso. Ja, we hebben drie tasjes in principe. Maar het zijn duo matches, dus in principe... Nee, laat maar. Ik dacht dat ik nog iemand hoorde rennen. Ja, dat denk ik ook tegen. Zo tingel. Oh, hij loopt automatisch. Nee, stop met die... This game! I don't fucking trust this man. Zou ik ook niet doen. Ja, ik heb de garage open, maar ik... Nee, ik... Oh mijn god, dude. Ja, je moet dadelijk even dit huisje bekijken, gewoon omdat het kan. Het spel is altijd kapot. Yo, welcome to my crib. Er is gras binnen, hier. Oh, gras! Oh mijn god, en dit... Nee, wacht. Kijk in de badkamer, Er is een stoel onder het huis. Leukste badkamer ooit. Oké, ik kom kijken. Wauw! Slip and slide in de badkamer. Oh, nee joh. Een hek, oh. Na 2 jaar daybreak. Je kunt uit de badkamer glijden. Vanuit de wc. Dat is wel leuk. Maar ik vind het ook wel chill dat er allemaal vliegen in het babybedje zit. Glijbaan wc, dat moeten we hebben. Oh, en hier zweeft ook nog schijt, hè. Als je glijbaan wc wil, doe de fucking thumbs up. Doe het. Ja, call the action hands voor glijbaan wc's. Oh. Hij installeert ze. We moeten richting zuid, by the way. Ik heb er nog steeds geen backpack. Hoezo ligt er geen backpack in de fucking kerk? En hier staat toch ook vaak wel zo'n caravan kampje of zo? Ja. Nee, maar even serieus. Welke pastoor neemt geen backpack mee? Ja, ik bedoel, dan moeten al je kaarsen in en je wijn en... Waar moeten die hosties blijven? En de hosties... De hosties zijn echt ranzig. Oké, ze zijn smaakloos en ranzig. Ik vond ze wel altijd best lekker. Het leukste aan de kerk was de hostie. Omdat je dan kon eten, zeg maar, tussendoor. Ja, alleen je moest wel echt je lach inhouden terwijl je ervoor... Waarom zijn we zo kerkelijk opgevoed? Jezus, man. Je moest erop sabbelen, Rudy. Begrijpt het niet. Je moest sabbelen? Je mocht alleen ik bewaarde zuigen. Hem altijd, maar toen werd mijn moeder... Mocht zuigen, je mocht je tanden niet gebruiken, oké. Oh. Oké. Okay. Ja, laten we dat eruit knippen. Hey, yo, ik zie Kampie. Er staan 2 auto's, zijn 2 mensen ook. Als we hun kunnen ambushen... Oh, ze rijden net weg, volgens mij. Ze zijn nog aan het... Ze hebben ons er niet gezien, hè. Ze zijn uitgestapt. Ja, ze zien je ook... Ja, hij is op... Nee, maar het is niet erg, Oké, ik ga hem even een headshot maken, hoor. Schiet anders op de auto. Hoezo hit hij me achter de boom? Oké, zijn lekkers. Ik heb zijn helmet. Ik zie die ene. Oh! Ja, hij is aan het... Wauw! 1 hit for real? Dat deed reet te veel damage. Ja, we moeten dit vermijden, man. Ik heb nog maar 5 ammo, hè. De rest is shotgun. Retreat. Beter, laat ze ons chasen met de auto's, oké? Okay? Dan full shotgun. Hoe hit hij mij dan? Luister naar me, dude. Ja. We moeten weg. Ik zweer, ik heb gewoon geen ammo. Zitten de boom echt de hele tijd. En ik heb niks meer om te healen. Dude, we moeten echt weg. Ik ga terug. Kom, volg mij. Nee! What the fuck? Hans! Je bent echt de slechtste retreater ooit. Ik was weg aan het rennen. Ja, oh, ze komen nu naar me toe, hoor. Dan laten ze maar komen. Hoek. Ah, kun ik ook nog een quadje, are you kidding me? Hij heet Gamer Boy HD. Je kunt hem killen, je weet het. Ah, nee, ik zit vast in de crouch. Oh, this game. Oh, this fucking game. Ik wil hem vol neerschieten. Tering. Hij schiet alles mis. Ver mis. En een spontaan headshot op mij. Gewoon ineens, zonder geluid, ook gewoon in één keer poef headshot. Hij was niet meer aan het schieten. Ik ga deze game meteen installeren. Dit is wel echt bad. Oké, nog eentje voor all time's sake. All I want for Christmas is subs. Weet je waar je dan heen moet gaan? Subway. Ik wilde het ook zeggen, ja. Was dat je ga... Ah, matig. Heel matig. Ja. Hey, maat. Ik. Oh, je bent echt op dreefvat. Oh. Ik ben op dreef. Action hands. Hans. De allerlaatste poging. Ga naar die kleine suburbs. Oh, what the fuck. Maar ik heb een Magnum. En nog een handgun. M9. Oh, nice. Waar is de nuttige loot? En een smoke grenade. Ja, dat gaat me helpen. Waar ben jij? Oh, ik ben helemaal daar, man. Jezus. Ja, ik sprint van naar je toe, oké? Okay? Ah, ik zie mensen ook gewoon schieten. Ja, maar dit is het laatste potje, Hans. We moeten nu shinen. Dit is ons enige moment.
Dat is een headshot, joh, dat was een headshot. Met een magnum, kom op. Oh, wauw, die gunshots. Dit is net nieuwjaar. Nee, ik heb ook geen backpack, ik heb nu alleen... Zullen we hier naar achter lopen, zeg maar? Nee, daar kom ik vanaf, daar kom ik vanaf. Ik weet niet of dit geloot is. Nee, dit is niet geloot. Kom op, één backpack. Ja, we moeten hieruit, man. Dit is waardeloos. Ja, dit is suicide, man. Dit... Waar de hel zitten ze dan? Oké, fuck it, we gaan via de achtertuin. Maar ze kunnen ook nog mensen aan de overkant, zit aan de overkant. Oké, ik ga hem kapot maken. Nee, nee, wacht. Doe het niet meer. Yo, kill. Wat? Met een M9? Nee. Ja, dat is gewoon, je moet goed tik, 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 tik. En dan is hij dood. Kom via hier dan, dat is safer. Even heel simpel gezegd, als de eerste hit, zodra de eerste splasht... Oh, ik zie hem, hij komt naar je toe. Ah, zodra de eerste splasht, triple tap, zeg maar. Oké, ja, hij is nu aan jouw kant. Dat meen je niet. Nee, niet bij dat huis, het huis naast je. Pas op. Oh. Ah, ik zie hem boven in het raampje. Zo, wat we gaan doen? Hij gaat via de achterdeur. Oh, is hij binnen, wat? Zeg ik toch? Ja, dat kan nooit. Dude, what the fuck? Nul damage! Ik schoot! Ja, report hem. Hé, hey, gast! Hoorde die man? Report hem. Ja. Ja, fuck hem. Ik ben de... Report hem. Ik ben de report. Weet je wat er gebeurde? Hij kwam binnengerend en hij kwam van achter mij. Dus ik zat in een kamer en hij zat achter me in één keer. Hoe dan? Hij kwam door de vloer heen. Ik zweer het, hij kwam door de vloer heen. Maar ja, dit belooft nog een leuke serie te worden als die goed wordt bekeken. Zeg maar 10 tot 15.000 keer, minimaal. Want anders is het de moeite niet. Maar fuck, wat frustrerend. Ja, echt... Wow. Ja, jammer dat de laatste game moet eindigen met een hacker, maar ja. Dit is vies, dit is vies. Misschien hackt hij er niet, maar misschien hackte hij wel. Sorry, was dat een grap? Ja, was een beetje ver gezocht. Hij kon toch via het hek naar boven komen? Oh, ja, nee, nee. Ik, dat is ook een hacker. Ik heb al genoeg Hans gehad voor vandaag, denk ik. Ik ook. Die, ja. In ieder geval, thanks voor het kijken. Vond je het leuk? Laat dan sowieso die support achter in de vorm van een duimpje en een leuke comment en een belletje. Oh ja, bel me en zo. Dat is mijn nieuwe ding, hè. Bel me. Ja, bel me nu. Wil jij zeg maar een glijbaan in je achtertuin? Bel Rudy. Nee, bel Action Hans. Bel Action Hans. Klik op het belletje. Oké, hey, Speta Hans. Speta.